ik zal eventjes uitleggen wat hier precies aan de hand is. Er wordt op een demo verwacht, jongens. WFCA is daar heel strikt in en terecht. Er is een groot verschil tussen beide heren. Dat is een 8 kilo verschil. Nou goed, dan wordt er in de kleedkamer door de heren trainers afgesproken dat er ook daadwerkelijk een demo geknokt gaat worden. Nou, de heren vechters of de heren coaches zijn uiteraard sportmensen, puur zang. Ja, zijn professionals. Dus er wordt dan ook verwacht dat een ieder de regels daarin naleeft. Nou, op het moment dat het niet wordt gedaan en gaat de hand, et cetera, dan denk ik dat de WFCA in deze het juiste besluit neemt om deze partij dus te staken. Ja. Ja. In ieder geval bedankt voor het begrip. En nou, vechters. U ziet wel van beide heren ook een stuk sportiviteit en begrip. Dat is dan in ieder geval van de vechters nog wel het geval.